We staan hier voor de jacht in Heverlee en we komen de e-commerce award voor Bram en Steppe overhandigen, 50k award. En in de lockdown zijn ze natuurlijk moeten sluiten, het is een feestzaal, dus al heel lang zonder business. Ze hebben hier een wafelkraampje gezet om toch business te doen en we gaan eens luisteren wat ze nog allemaal gedaan hebben om hun business aan de gang te houden het laatste jaar. Hey, welkom. Ja, de mannen. Welkom in de jacht. Hallo. Voilà, hier is hem. Wauw. De award, mooi ingekaderd. Super. Door Webhero Stefanie. Heel blij mee. Zouden wij eens een kleine rondleiding kunnen krijgen? Zeker, volg maar. Ja. We hebben twee zalen. Dit is de bovenzaal. Dan zie je het groen van de bomen. Ja. En hier ontvangen we de mensen, ja. In normale tijden. Die zijn moeten dichtgaan. Wat doet dat met een mens als je zo beseft van, we gaan, ja, op dat moment wist je nog niet voor hoe lang, hè, maar we moeten sluiten. Jullie zijn nog niet zo lang bezig. Ja. Nee, dat is even slikken, maar we hebben ons eigenlijk heel snel herpakt. Ja. We zijn eigenlijk het weekend nadien direct met takeaway begonnen. Ja. Ja. Je deed dat daarvoor ook al, maar... Ja, daarvoor deden we het ook, maar enkel tijdens de feestdagen. Dus we hadden wel de know-how, we hadden materiaal ook liggen om takeaway te kunnen aanbieden. Ja. Ja. En onze prio stak vol, dus we moesten daar iets mee doen. Ja. Dus, en dan zijn we eigenlijk, hebben we gemerkt dat er wel wat vraag was. En zijn we elk weekend takeaway beginnen aanbieden. En de eerste grote feestdag was Pasen. En dan zijn we een beetje overrompeld, hebben we alles manueel gedaan. Ja. En dan hebben we gemerkt van we moeten eigenlijk schakelen. En dan hebben jullie een... webshop aangeboden, ja. Ja. Die dat veel gemakkelijker werkte. Ja. Waardoor dat we... In het begin werken we ook met de bestellijst. Ja. Om jullie... Dus mensen konden wel bestellen, maar niet online betalen. Nee, inderdaad, klopt. Ja. En na Pasen heb ik gezegd van dat is één keer, maar nooit meer. Ja. Dus daarna hebben we het eigenlijk echt voor de webshop gekozen. Heb ik, denk ik, mijn moeder ook nog heel even toch op die bestellijst teruggevallen, omdat ik dat gewoon was. Maar dan... in die grote vakantie toch de stap gewaagd naar de webshop. En ik heb me daar ook niet beklaagd. Nee. Wie zijn jullie typische klanten? Wel, dat is, als jacht zijnde hebben we eigenlijk een heel breed spectrum aan klanten. Ik zeg altijd van een geboorte, de babyborrel, tot aan de begrafenis. Dus de koffietafel. En alles ertussen. Ja. En alles waar dat je een zaal voor nodig hebt en waar dat catering aan te pas komt. Maar evengoed bedrijven die dat enkel komen vergaderen, evengoed bedrijven die dat echt een hele week een seminar doen we liggen eigenlijk ook verschillende sprekers. En, we liggen eigenlijk ook juist tussen het Industriepark van Haasrode en Leuven Centrum. Ja. Ja. We hebben een ruime parking aan de overkant van de straat, dus dat is allemaal wel... Rode pluspunten. Ja. Eigenlijk, wij hebben eigenlijk de eerste website gebouwd voor de jacht, toen we het nog samen hoorden met de Brasserie 500 aan de overkant. Maar dan hebben jullie de feestzaal overgenomen, juist? Ja, ja. Klopt. Dus 10 jaar geleden ondertussen hebben zij dit pand helemaal gerenoveerd en hier de Jacht 500 begonnen. Ja. En ondertussen, bijna 4 jaar geleden, zijn wij hier begonnen, zelfstandig. Ja. Ik heb altijd mee in de keuken hier gestaan. Dus ik heb van in het begin... Je kende de zaak al. Ja, van in het begin hier gewerkt. Ja. Maar we hebben... We hadden toen ook echt een nieuwe website nodig. We zijn nu de Jacht Heverlee. Ja. De jacht moest blijven, maar het 500 verhaal... De naam is gewijzigd ook. Ja, de naam is gewijzigd. Het team is gewijzigd. Voilà. We hebben dan wel het klantenbestand overgenomen. Ja. En ook, dus ze waren er vooral klant bij WebHero. Ja. En jullie zijn gebleven. We zijn gebleven. Voilà. Ik weet dat wij ook in het begin uitgenodigd werden door Nelen. En dat wij ook nog... een soort opleiding hebben gehad over hoe we de pagina's konden aanmaken, de website. Ja. Want voor ons was het wel een nieuw gegeven. Nelen en haar team zijn fantastisch. Voilà. Dat is zo.